Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 20 juli. In de avond en nacht wordt vooral in het binnenland op enkele plaatsen perioden met lichte, soms matige regenbuien verwacht. Met uitzondering van Koroni en Nikeri, waar er af en toe een lichte bui kan voorkomen, maar kan ook een lange tijd droog zijn. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel of mist. Morgen, in de ochtenduren, blijft het droog. In de late middag en avond kan er op sommige plaatsen perioden zijn met lichte tot matige buien die soms gepaard gaan met onweer en mogelijk windstoten. Verder ziet het weer er voor de avond en nacht voor de districten eruit dat er weinig bewolking en er droog kan zijn, met uitzondering van Nikeri en Brokopondo, waar er af en toe een lichte bui kan voorkomen, maar het kan ook lange tijd droog zijn. In Sipaliwini kan het tijdelijk bewolkt zijn met buien. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen donderdag 20 juli in de late middag een matige onweersbui die eventueel gepaard gaat met windstoten kan worden verwacht.